Macro-economisch nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Vanmiddag dan komen Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten. Dan kom je meteen ook weer op het terrein van de Fed. De notulen van de laatste vergadering zijn ook nog niet heel erg lang geleden naar buiten gekomen. Mensen dachten daar van alles te kunnen zien over mogelijke renteverlagingen. Viel nog niet mee, was toch een spoor van onduidelijkheid. Jou viel wel iets anders op. Het hoeft niet per se een kort college te worden, maar moet even uitleggen waarom het belangrijk is om het erover te hebben. Steek van wal. Ja, de balans van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, is in loop der tijd echt opgeblazen naar ongeveer 9000 miljard dollar. Even ter vergelijking, voor 2008 was de waarde van de balans van de Fed iets minder dan 1000 miljard dollar. Dus om aan te geven waar we het over hebben. De reden waarom die balans zo in loop der tijd opgeblazen is, is dat ook de Amerikaanse Centrale Bank op grote schaal staatsobligaties gekocht heeft in Amerika. Nou, dan heb je die obligaties gekocht. En wat ze nu enige tijd doen is, ze proberen die balans een beetje te verkleinen. Want vrienden, vijand is erover eens, dit is gewoon veel te veel. Daarmee ben je te dominant bezig als centrale bank. Nou, hoe gaat dat afbouwen in zijn werk? Nou, je wilt ook niet voor schokken op die markt zorgen door obligaties te verkopen. Dus wat er dan gebeurt is, even heel kort het volgende. Iedere eigenaar van de staatsobligatie, als de obligatie afloopt, moet de uitgever daarvan, in dit geval de Amerikaanse overheid, de hoofdsom terugbetalen. Dus de eigenaar die krijgt de hoofdsom. Nou, de Fed is de eigenaar van heel veel van die staatsobligaties, dus de Fed krijgt heel veel geld. En daarvan heeft de centrale bank gezegd, nou, een deel daarvan gaan wij hergebruiken om nieuwe obligaties te kopen, maar niet het volledige bedrag. Dus daarmee ga je automatisch, langzaam, je balans verkleinen. Nou, wat er in de notulen onder andere stond nu is dat er heel wat leden van het rentecomité van de Fed zijn die zeggen, nou, misschien moeten we dat plan van ons herzien. Misschien moeten we gewoon wel het volledige bedrag weer terugstoppen in Amerikaanse staatsobligaties. Dus eigenlijk stoppen met afbouw van de balans van de centrale bank. Want het afbouwen van dat programma, het herschikken van die balans, ja, dat heeft per saldo hetzelfde effect als een renteverhoging. Renteverhoging. Waar vooral wordt gesproken over een renteverlaging. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dit allemaal heel technisch vinden, denkt, waarom is het zo van belang? Het is van groot belang inderdaad, omdat het afbouwen van die balans neerkomt op het verhogen van de rente. Terwijl die centrale bank zich opmaakt op het verlagen van de rente. Dus die twee dingen zijn een beetje tegenstrijdig met elkaar. Maar dan kan ik wel begrijpen dat een deel van dat vet rente besluit, of de commissie daarvan zegt, ja, nou, we moeten toch eens kijken of we hier niet bepaalde zaken voorrang laten geven die tegen ons andere beleid indruist. Kijk, wat overeind blijft staan is dat je balans 9000 miljard dollar groot is. Daarmee ben je een hele dominante speler op die markt en misschien wel de speler die de markt verstoort. En dat is de rol die je als centrale bank niet wil spelen. Zij hebben het nu over, misschien moeten we toch weer dat volledige bedrag gaan herinvesteren. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat te maken heeft met de financiële positie van die Amerikaanse overheid. Want die gaat dit jaar en komende jaren heel veel obligaties proberen te verkopen, want begrotingstekort in Amerika is gigantisch en blijft gigantisch komende jaren. Nou, de kopers die afgelopen decennia in de rij stonden om die staatsobligaties af te nemen, er waren drie hele grote: China, Saudi-Arabië en beleggers uit Japan. En zijn die nog steeds even enthousiast? Ja. De vraag stellen is een bijna beantwoorden. Beleggers uit Japan zijn veel minder enthousiast, omdat het beleggen in Amerikaanse staatsobligaties vrijwel garant staat voor verlies. Nou, niemand die willens en wetens verlies leidt. Dus je ziet al dat zij steeds minder kopen. Saudi-Arabië is onder andere bezig om de economie op meer dingen te laten stoelen dan olie alleen. Dus ze proberen dat geld, de winst die ze maken met verkoop van olie, niet meer linea recta te investeren in de VS, maar te investeren in andere zaken, ook in andere landen.
per saldo betekent dat minder interesse vanuit die hoek voor Amerikaanse staatsobligaties. Houden we de grote vriend van de VS, China, nog over? En China die is bezig met ook heel veel minder kopen en zelfs willen verkopen van de obligaties die ze al hebben, om geopolitieke redenen. Want het botert niet tussen die twee landen. Het betekent wel dat de drie grote afnemers, die zijn veel minder happig om Amerikaanse staatsobligaties te kopen, op hetzelfde moment dat het aanbod daarvan enorm gaat stijgen, omdat het begrotingstekort in Amerika dit jaar en volgende jaar heel hoog zal zijn. Ja, en dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de Fed met deze dingen in het achterhoofd denkt, ja, als niemand die obligaties gaat kopen, dan zou het inhouden dat de rente voor de Amerikaanse overheid nog veel hoger wordt, met toenemende kans op een financiële ramp daar. En dan zou de Fed wel eens kunnen overwegen om via deze stappen inderdaad, want je noemde dat herbeleggen van opbrengsten, om toch steeds meer Amerikaanse staatsobligaties te kopen. Dus dan schiet de Fed de overheid de hulp en ja, dat is begrijpelijk, maar niet zuiver. Nee, ik sta er ook niet raar van op te kijken als de Fed in de loop van dit jaar echt heel duidelijk meer Amerikaanse staatsobligaties gaat opkopen. Dat opkopen was ooit zo controversieel als het maar kan. Maar sinds 2021 hebben alle centrale banken, inclusief de Fed, gezegd, vanaf nu is het niet meer heel controversieel. Vanaf nu is dit gewoon een standaard instrument voor ons. En als die Amerikaanse overheid in problemen komt met financieren van al maar hogere schulden, ja, dan is het niet uitgesloten dat de Fed de rol van Japan, China en Saudi-Arabië overneemt. En dat is een hele gevaarlijke conclusie. Want een onafhankelijke centrale bank, dus de centrale bank die dingen doet met het oog op wat de maatschappij op termijn nodig heeft en niet wat de overheid op korte termijn nodig heeft, zo'n onafhankelijke centrale bank is eigenlijk het enige wat tussen de gewone man/vrouw en hoge inflatie staat. En ik moet helaas constateren dat het met die onafhankelijkheid van de centrale banken, niet alleen de Fed, maar ook de ECB. Meer fout. Ja, ECB hetzelfde verhaal. Ja, dat gaat gewoon niet de goede kant op. Ik lees dan tegelijkertijd onderzoek van academische economen die zeggen, ja, er is eigenlijk niks aan de hand met die onafhankelijkheid, want er zijn geen landen in de wereld die hun wet op de centrale bank aangepast hebben. Dan denk ik, ja, dit is nou typisch een voorbeeld van redeneren vanuit je ivoren toren. Ik noem even de Europese begrotingsregels. Op papier ook geweldig geregeld, maar niemand die zich daaraan hield. Dus op papier kun je misschien zeggen dat die onafhankelijkheid niet in gevaar is. Maar als ik naar de daden kijk, als ik naar de woorden kijk, als ik kijk naar wat de centrale banken doen, dan is mijn conclusie mijn vertrouwen in de wil van de centrale bankiers in de wereld om eerder dat te doen wat de maatschappij op termijn nodig heeft, dat te doen dan wat de overheden op korte termijn nodig hebben, is het tegenwoordig het beste te vergelijken met de buitentemperatuur. En we weten allemaal dat het buiten heel koud is. Edin Mujagic meldt zich hier weer op de korte termijn, namelijk morgen. Tot dan. Ja, misschien kent u mij. Ik doe wel wat op tv, maar ook op de radio al heel lang. De Friday Move bij BNR, maar dat doe ik niet alleen. Kijk, dit is Paul. Paul regelt alles. Paul kan alles regelen. Paul ritselt alles. En dit is Mireille, mijn steun en toeverlaat. De belangrijkste dame van heel Nederland, naar mijn vrouw, dat is er echt van alles van me. Ook is een Vincent van de techniek. Er staat Thomas Robson, er staat hier onze eigen DJ. Er staat zelfs hoofdredacteur. Het zou natuurlijk zo leuk zijn, we doen het al 5 jaar. Als we prijsjes zouden winnen, doe het niet voor mij. Doe het voor al deze mensen. Hè? De radioring, de gouden radioring. Gewoon doen, stemmen, leuk man.